Bij LTV Almere beginnen de clubkampioenschappen. Reden voor ons om Sportpark De Marken te gaan bezoeken. Ik tennis nu een jaar of 16, denk ik. Ik heb eigenlijk mijn hele leven hier al getennist, sinds kleins af aan. Ja, veel lessen genomen en ik ben eigenlijk elke keer een stapje omhoog gegaan. En ik tennis nu in het eerste hier bij Almere. Toen ik klein was, heb ik aardig wat prijzen in Almere gewonnen. Toen heb ik vooral tot met 17 jaar, toen heb ik in Almere aardig wat eerste prijzen gewonnen. De laatste paar jaren heb ik vooral ingeschreven in wat hogere klasses. Dit seizoen verloor ik in de halve finale en in de Heren MK4 had ik hem gewonnen. Dus dat, voor dit seizoen ben ik daar het meest trots op. En als, toen ik wat kleiner was, toen ik de eerste prijzen nog kon winnen in Heren Enkel 17. In Almere Buiten of in Emmeloord of ergens in die kant op. Daar ben ik eigenlijk wel het meest trots op. Ik tennis op de zondag en op de zaterdag tennissen vorig jaar de hoofdklasse. Het is net niet gelukt om erin te blijven. Wij tennissen op zondag en tennissen wij in de derde klasse. Ja, vandaag beginnen de clubkampioenschappen. Acht jij jezelf kansrijk? Ja, altijd, anders dan doe ik niet mee. Ik probeer gewoon met de bovenste mee te doen. Ik weet dat het kan, dus ik hoop dat dit jaar dat het eruit komt. Heb je al een plekje gereserveerd in je prijzenkast? Ja, ik heb de eerste prijs al gereserveerd. Of het erin zit, weet ik niet, maar Ivan podiumplek ga ik voor. Jeffrey, je geldt als een van de talenten van LTV Almere. Ben jij de grote concurrent van Derek? Nou, dat denk ik niet, want ik ben nog een aantal jaren jonger en hij is gewoon echt goed. Dus denk ik niet. Ja, je speelt nu nog bij de junioren, toch? Ja. En daar doe je ook wel aan regionale wedstrijden mee? We waren wel kampioen geworden met competitie. En dan moesten we ook verder regionale wedstrijden. En toen waren we tweede geworden. Dus op zich best netjes. Wat wil je zelf bereiken? Gewoon later wat ermee kunnen verdienen. Maar het wordt wel moeilijk. Ja, je wilt prof tennisser worden? Ja, dat zou natuurlijk wel geweldig zijn, ja. En wil je daar alles voor doen voor het hoogtennissen? Zit je bijvoorbeeld ook in de sportklas? Ik zat high school tennis. En daar gingen we 4 uur in de week tennissen. Wat is dat, high school tennis? Dat is op een Egnaton. Dat is een school en dan ga je daar extra tennissen. 4 uur in de week. Ja, waarom tennis je dan bij deze club? Want er zijn clubs misschien in de regio die op een hoger niveau spelen. Maar het gaat ook wel om plezier in deze club. Het is wel gezellig en zo. De clubkampioenschappen beginnen. Hoe schat je je kansen zelf in? Wordt wel moeilijk, want ik heb me in een categorie hoger ingeschreven. Maar we zullen het proberen. Want je mag nog mee dan de junioren, maar je gaat met de senioren meedoen, begrijp ik? Ja, ook. En een hogere categorie in de junioren. Dus je speelt 2 toernooitjes, zeg maar? Soort van. En je prijzenkastje, heb je al een plekje voor de eerste prijs? Ja, tuurlijk, altijd. Daar verplaatsen we wel wat voor anders. Felicia, jij gaat zo meedoen aan de clubkampioenschappen. Ga je van de heren winnen? Nou ja, ik hoop het wel. Ik zal zeker mijn best doen en ja, gewoon van de baan afslaan. Griffin, Felicia gaat jou van de baan afslaan? Ik denk het niet, ik ga van de baan afslaan. Wouter, Felicia gaat jou van de baan afslaan. Wat vind je ervan? Ik denk het eigenlijk niet. Is het clubkampioenschap voor jullie al begonnen? Ja, vandaag net, 1 minuut. En hoe staat het? 1-0, we zijn echt net begonnen. Jo Koot, je bent bestuurslid van LTV Almere. Hoe staat de club er nu voor? De club staat er eigenlijk heel goed voor. We hebben ruim 560 leden en dat is al redelijk stabiel. In tegenstelling tot andere verenigingen blijven wij ook stabiel. We lopen niet terug. Dus uiteraard bijzonder tevreden. Ja, als je kijkt naar het verleden, waar ben je dan vooral trots op? Dat dit eigenlijk een vereniging is gebleven die past in Almere Haven. Een gezellige vereniging, vooral gericht op breedtesport. Maar dat wij daarnaast ook, ook wel sporters hebben die wat meer willen presteren en ook kunnen presteren. Zoals het Heren 1 team van de zaterdag en zondag spelen op een redelijk niveau. Daar zijn we best wel trots op. En dat zijn eigenlijk allemaal spelers uit eigen kweek. Meer lokaal.